ik ben Dennis, ik heet Enske en vandaag hebben we voor de nieuwe live GTA 5 commentary. En vandaag hebben we een playlist en volgens mij is dit een nieuwe playlist van de nieuwe DLC die we dus hebben gekregen of update of whatever. En dat is dus die Flight School update. En deze missie die heet Fight or Flight. En het is dus een vliegding. Je kunt niet echt fighten lijkt mij, want het is met de Besra. En een Besra, daar zitten geen raketten op. Dus het is volgens mij gewoon een soort van race, maar dan met jets. En ik ben benieuwd, ik heb gisteren... Heb ik toevallig, was het gisteren? Als jullie deze video zien, was het eergisteren. Oh, wat? Jawel, de Besra, kan zeggen, ik dacht even dat het andere was. Crew, hoe sick ziet het eruit? Ik kom eigenlijk het zwart, maar ik doe het in de crew color. Hij lijkt hier een beetje anders. Maar wat ik dus aan het vertellen was, was... daar ben ik het kwijt. Oh ja, ik heb eergisteren, voor jullie nou, als jullie deze video kijken, heb ik dus al die missies gedaan. Of al die flight school, het zijn missies, lessons, whatever. En ik heb dus een beetje die vliegskills wel, denk ik. Ik denk dat dit wel goed gaat komen. Denk ik. Ik weet het zeker dat ik neerstort. Gewoon direct. Het is volgens mij een playlist van 5. Er stond één van de 5. Dus ik ben benieuwd. Oké, dit gaat sowieso. Waarom spawn ik eigenlijk achteraan? Waar is daar het doel van? Ze weten dat ik het beste ben, dus mag ik... Wat? What the fuck? Dus mag ik achteraan spawnen? Vlogen ze nou serieus net tegen elkaar aan? Dan moet ik ook voor oppassen dat die gozer onder mij niet tegen me aanvliegt. Want dat is gierig, man. Dat is echt gierig. Oh shit, ik zit hem niet op te letten waar ik heen moet. Oh, oh, niet naar mij toe. Oh shit, no. Yes, ik heb hem. Oh jongen, net langs die propellers. Dat was sick. Ik moet ze oppassen voor hem, die propellers en dat ik die checkpoint kreeg. Dat was echt abnormaal. Maar dit is niet echt zoals het moet gaan. Ik sta tweede. Nou ja, tweede, dat is ook een goede finish op zich. Maar we gaan natuurlijk wel voor één. Nummer één. Hij moet gewoon neerstorten. Hij moet ergens tegenaan vliegen. En ik ben bang dat ik daar ook ergens tegenaan vlieg. Wat? Hij werd gehit door die propeller. Oh, dat meen je niet. Dat was sick. Nou moet ik oppassen. Hopelijk kom ik niet meer in de buurt bij die front dingen. Ik sta eerste. Ze kunnen maar in principe niks doen. Tenzij ik ergens tegenaan vlieg. Dus dit is nou allemaal mijn eigen fout als ik het verneuk. Dat was echt. Dat was abnormaal. Hij vloog tegen die propellers aan. Dat is gierig, jongen. Dat is zo gierig. Heb ik ook een keer gehad bij die flight school missies. Oh shit. Laps. Ik kom me daar ook weer langs. Dus waarschijnlijk vlieg ik daar ook tegenaan. Sowieso vlieg ik daar ook ergens tegenaan. Ik kan dit nooit heel huis voor elkaar krijgen. En ik wil jullie eigenlijk iets vertellen over dit weekend. Want dit weekend is er iets speciaals voor GTA. Maar ik zal het wel zeggen nadat ik deze race gewonnen heb. Als het lukt en niemand tegen me aanvliegt. Want dat kan ook nog eens dat ze van voren expres op mij af gaan vliegen. Maar hopelijk vergeet ik het niet. En ja, daar gaan we dan gewoon maar vanuit dat ik het niet vergeet. Oké. Okay. Oh jongens, zoveel propellers. Zoveel propellers. Zoveel propellers. Oh, ik heb het overleefd. Let's go. Ik wil eigenlijk achter me kijken hoe ver ik voor vlieg, maar ik ga niet kijken. Ik vlieg volle snelheid. Dus in principe kan het nooit zijn dat ze heel ver ingelopen zijn. Zeg maar. Ik rem niet. Of zij nemen alle bochten beter. Maar ja, ik probeer... Overleef! Nee! Nee! Snel span. Ik heb hier geen tijd voor. Wat is dit lang? No. Ik sta nog eerst. Yes, ik sta nog eerst. Iemand komt super snel me afvliegen. No, dit zat eraan te komen. No way. Nee, niet die andere. Nee. Die gozer zit dicht achter mij. Shit. Ik ga nou gewoon vol focus. Wacht, volgens mij heb ik bijna finish. Hier is de finish, dacht ik. Hier naar links. Oh nee, we zijn hier pas. Ik dacht dat we verder waren. Oké, let's go. Ja, de finish. Daar is de finish. Hij kan toch nooit meer winnen. Nee, hij kan niet winnen. Yes, we hebben gewonnen. Hoppakee, onze eerste missie hebben we gewonnen. Wat ik jullie wou vertellen is, dit weekend is er dubbel XP, of in ieder geval dubbel RP zoals ze dat hier noemen, en dubbel geld. Dus als je nou deze playlist doet, dan krijg je dubbel RP. Verder is krijg je ook dubbel RP voor bepaalde stunts met vliegtuigen volgens mij, onder bruggen doorvliegen en zo. Ik weet niet precies hoe het zit. Ik zal kijken of ik een of andere afbeelding... Wat fuck probeer je? Volgens mij speelt hij niet meer. Maar in ieder geval, ik ga proberen een of andere afbeelding hier in de video te editen. Zodat je kan zien wat er allemaal bij zit. Verder rest is het ook zo. Als je al die flight school missies hebt gehaald. En je hoeft ze niet goud te halen. Maar gewoon brons gehaald hebt. Dan krijg je in het weekend een speciaal parachute. En die kun je dus gratis ophalen in de gun store.
Dus je moet wel eerst alles gehaald hebben. Oh, hij stort weer neer. Boom. Je hoeft dus niet per se goud te halen. Maar je moet hem gewoon halen. En dan kun je hem dus gratis uit de dingen halen. Uit de gun store. En op het moment dat ik deze video maak is het nog niet. En ze zeiden dit weekend. Dus ik ga ervan uit dat het vandaag is. En waarschijnlijk ja, rond 6 uur of zo. Vanaf 6 uur is het meestal. Dus, maar dan staat deze video ook online denk ik. Dus ja, dat wil ik nog even doorgeven. Dus dubbel XP of RP of whatever. En dubbel money. Dus als je dat wil halen, dan weet je hoe je dat kan doen. Want alles is zo godsgruwelijk duur, jongens. Ik heb ook nog niks gekocht van al die DLC dingen. Want het is gewoon te duur. En nou dat ze Roof of Rumble ook gepatcht hebben. Ja, dan is het eigenlijk gewoon bijna niet meer te doen. Want dat kost... of dan krijg je nou 10.000 voor per keer. En eerst 18.000 volgens mij. 18.750 dacht ik. Dus dat scheelt een hoop. En alles is zo duur zoals ik dan zei. Dus dat wordt niet echt leuk. Oké, we hebben in ieder geval best lap. Hoppakee. Ik zie jullie in de volgende race, want dit kan wel even duren. Dus tot zo. Of in ieder geval, ik weet niet eens wat de volgende job is. Misschien is het geen race, maar boeien. Tot zo. Nou, we zijn zojuist onze tweede missie gejoined. En het is, wat is het? Het is een versus missie, dacht ik. Ik weet mijn god niet wat dat inhoudt. Dus ik ga maar gewoon in deze jet. Ik denk dat dat de bedoeling is. En we zien het wel. En heb ik eigenlijk een team? Oh, het is 3-3 tegen 2. Dat is gunstig. Ik dacht even, waar is mijn team? Want er staat helemaal niemand bij mij. Maar die staan als goede stand daar ergens of zo. Ik weet niet eens wat we moeten doen. Even serieus. Protect Air Force Zero. Waar is de? Ik zie niet eens iets op de kaart. Wie is Air Force Zero dan? Wat moet ik doen? Ik vind het raar dat het 2 tegen 3 is. En dat wij met 3 man zijn. Aangezien van deze lobby 3 mensen bij elkaar in 1 crew zitten. Oh, wacht. Daar is Air Force Zero. Waar zijn die mensen dan? Is er iemand van ons? Dat is iemand van ons, zo te zien, denk ik. Gok ik. Air Force Zero, waar ben je? Ik zie je daar, vliegt hij. Komen er nou enemies aan? Of wat is nou de bedoeling? Want ik zie niks. Ik zie hem niet eens meer vliegen. Hij is zo onzichtbaar. Als hij überhaupt zit. Zo onzichtbaar, dat klinkt raar. Hij is onzichtbaar. Nee, hij is zo onzichtbaar. Whatever. Maar in ieder geval, waar zijn die mensen? Die moeten hem waarschijnlijk uit de lucht schieten. En dat is niet zo moeilijk, want ik zie niemand. Serieus? Waar moeten wij heen? Waar de fuck is iedereen? Dit is raar. Oh shit, daar komen ze aan, daar komen ze aan. No. Waar zitten jullie? Hier zijn enemies. Ik zie ze op de kaart. Oh, come on, daar zijn ze. Ik kan het zeggen, waar zijn ze man? Kan het niet. Ik had even het idee van, ze spelen niet, ze zijn AFK. Gelukkig spelen ze wel. Oh fuck, ik dacht dat ik hem al uit de lucht zou hebben. We gaan remmen, we moeten achterin terecht komen. Ik ben benieuwd hoeveel hits dat ding van ons kan hebben. Oh, no. Wauw. Ze hebben er... Wat? Nee. Echt waar? Ze hebben... Wat? Ze hebben onze teammate al uit de lucht geschoten. Nou, dat was moeilijk. Uit een vliegtuigje waar hij niet eens mee kan schieten. Dit is een vage versus game mode. What the fuck? What? En maar even serieus. What the fuck? Is dat zo simpel? We hebben zo'n vrot vliegtuigje wat totaal niet kan vliegen, totaal geen snelheid heeft. En dan de persoon die wij hebben, die level 220 is, die faalt. Maar hij kan niks doen. Hij kan niks doen als er 2 jets achter hem vliegen, dus dat snap ik. Maar dat is ook een faal van mij, maar whatever. Nou, we zijn zelfs bij de derde game mode. En ik vind het nog steeds raar, die game mode van net. Ik snap nog steeds niet wat het principe nou is. Want we zijn met z'n... wat moeten we hier doen? Ik weet ook niet wat we moeten doen. Maar in ieder geval, we zijn dus met z'n drieën. En we moeten 1 iemand verdedigen. Dat kan dan wel leuk. Maar zij hoeven maar 1 persoon te lucht te schieten. En dan zijn ze klaar. Ja, dat is dan niet zo heel moeilijk, lijkt mij. Maar daar moeten we... Oh, fuck. Daar moeten we koffertjes. Het is een capture game mode. Dus ik weet niet of ik daar zomaar gewoon op af kan vliegen. Of wat er gebeurt. Hopelijk. Shit. Misschien hadden we met z'n tweeën in 1 ding moeten gaan zitten. Dat is misschien makkelijk geweest. Hopelijk kan ik dingen zo oppakken met mijn heli, maar dat lijkt mij niet. Want er waren 2 helikopters en 1 motor, dus dan neem ik aan dat die gozer met die motor. Oh. Dat die ook wat te doen heeft. Oh, moeten we die auto pakken? Of moeten we dat koffertje erachter? Oh, nou, hij ligt. No, daar kan ik niet overheen zeker. God damn it! Snel rijden! Ik moet er een hek in rijden, daar zit een fucking hek voor. Start dit ding. Oké. Eens achteruit. Beuken door dat ding heen. Come on! Hoppakee. Gelukkig ontploft hij niet alles. Ik ga snel die koffer pakken. Waar de fuck? Oh, die koffer. Yes, ik heb de koffer. Snel naar mijn Halo. Halo, Heli. Halo. Hilo, zeggen ze dan, hè?
Stel. Als het goed is, kunnen ze me niet heel veel doen als ik in een helikopter zit. Aangezien... Oh, wat? Zij hebben ook... Ja, zij hebben één koffer. Boeien, wij hebben er twee. Fuck jullie. Dat is eigenlijk best wel raar. Zijn heli zijn fucking overpowered dan. Oh, nee, al die dingen... Oh. Dit vind ik raar. Nou, whatever. Ik ga gewoon een punt maken. We gaan naar onze base toe. Mijn heli staat wel overpowered dan. Je hoeft dat ding te pakken en vlieg weg. Want zij kunnen niet schieten. Want deze helikopters kunnen niet schieten. Waar de fuck is checkpoint? Wow, 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 wow. Ik zag hem niet. Ik zag hem te laat. Yes, delivered. Iemand wou op mij neerstorten. Hij is eruit gesprongen. Ziet hem daar? Hij is eruit gesprongen. Laat hem maar. Als goed kan hij toch niks bij onze base doen. Lijkt mij. Huh? Waar stond er? Dat ik... Wat? Gelijk dat ik case stond er. En dan staat wij één punt te hebben. Dat kan toch helemaal niet? We hebben toch minimaal twee punten? Of... Ik... Nou snap ik er even niks van. Nou is het even vaag. Oh fuck. Ik ga mijn teammate verdedigen. Snel! Snel, meidee! Ik stop maar naar neer. Ik weet niet hoe hij achtervolgd wordt. Hey, oh no, dat gaat nooit goed. Ik ga gewoon... Oh, ik wou neerstorten op hun, maar dat lukte niet. Oh shit, nou is hij wel kapot, hè? Typisch. Wil ik neerstorten, ontploft hij niet. Vervolgens ploft hij tegen de paal. Ja. Vol op de grond invliegen, dat doet hem niks. Dat spawn nog gewoon direct in zo'n ding, dat vind ik best raar. Op zich is dat best slim. Waar zijn ze? Ik zie niemand. Oh, daar. Snel. Ik ga met mijn propellers proberen te killen. Volgens mij is hij eraf geflikkerd, of niet? Nee, ik kan hem niet raken. Hè? Hij zit recht onder me. Ik ga gewoon op hem landen. Hoe moeilijk kan het zijn? Sterf. Oké, fuck jou. Ik schiet jou wel gewoon af, want dit duurt te lang. Waar is hij? Die vent is onzichtbaar. No way. Ik dacht... Ah, dat meen je niet. Hij werd Oh mijn god. Hij werd vermoord door een heli. Of door een heli, wat zeg ik dan? Door het terrein. Ik zag mijn heli, dan zei ik heli. Ik dacht dat hij in mijn heli zou stappen. Dat dacht ik serieus. Ik denk, hij jat mijn heli. Dit is gewoon geweldig. Oké, nou is het kapot. Dat was echt een stunt. Dit was echt een stunt. Fuck die motor. Stap achterop, maat. Snel. Geen tijd te verliezen. Let's go. Waarschijnlijk vermoord ik ons alle twee. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het principe. Ik moet hier af zeker. Dan kan hij daar ook een stukje verder op ook. Ah, mooi. Petje, hoppakee. Teamwork 2.0. Let's go. Zo doen we dat, niet anders. En de helikopter is kapot. Ik vind het nog geweldig. Die gozer, die werd gekild door een trein. Of ja, door mij en die trein. Maar ik had echt niet verwacht dat daar een trein zou komen. Zo'n random spot. En ineens een fucking trein. Dat was echt een verrassing. Hier liggen allemaal wapens. RPG's en shit. Misschien ook wel handig om te pakken. Ik denk dat we die daar goed kunnen gebruiken op die shit van hun. Want zij hebben natuurlijk ook helis. En dan kunnen we dit lucht schieten. Een sniper, ik weet niet of dat heel veel zin heeft. Misschien wel. Misschien moet ik bij zijn objective gaan wachten. Wacht. Ik laat mijn teammate die koffer cappen. Hier ligt de koffer en dan geef ik die motor aan hem. En dan zeg ik zoek het maar uit. En dan schiet ik vervolgens alles uit de lucht wat hier nog in de buurt komt. Kom hier, kom tevoorschijn. Oh, dit is free aim of niet? Oh shit, nee. Ik hou de koffer niet. Whatever, ik stap wel in dit ding. Ik dacht niet na, ik pak gelijk een koffertje. Terwijl ik net nog zei dat ik eigenlijk wou dat mijn teammate de koffer had. Maar dan kan die teammate... Oh wacht, ja. Wat? Wat een noob. Hij dropt het ding. Hier, achter. Hier, kom hier. Hier ligt koffer, pak koffer. Kom hier, jij kan koffer pakken. Kom hier. Ben je dom? Pak koffer! Snel! Wauw. Dat duurde lang. Dat duurde lang dat hij het door had. Dat duurde echt lang. Oké, let's go. Ik weet niet... Ah, hij wil zelf rijden, dat is goed. Er komt een heli aan. Er komt een heli achter me aan. Ik ga vliegen. Hopelijk crash je niet op mij in. Ja, hij komt wel in de buurt. Maar in principe... Als ik gewoon doorvlieg, kan hij me niks doen, zou ik zeggen. En ik heb mijn band ingeklapt. Dan moet ik sneller kunnen vliegen, hè. Oh ja, die gaat fout. Die gaat fout. Landen! Yes!
Come on. Kom maar, enemy. Jij gaat eraan. Jij gaat eraan. Kom maar hier. Kom maar hier. Oh, what the fuck? Hij had een minigun. What the fuck? Hij had een minigun. Zag je dat? Dat is een verrassing. Niet een leuke verrassing, maar het was wel een verrassing. Boom. Come on. Ik wou eigenlijk de heli pakken, maar ik denk, weet je wel, fuck jou. Sterf gewoon. Hij krijgt nou wel gelijk zelf een heli. Dat is wel minder. We zijn keihard aan het winnen. Check die score van ons rechts onder de hoek. Wij zijn baas. Wij zijn baas. Dit ding is te traag. Wat? Staat er nou gewoon een heli? Was dat mijn heli? Ik dacht die kapot was. Ik dacht serieus dat mijn heli kapot was. What the fuck? Oh, hij rookt ook. Waarschijnlijk dat die propellers gelijk afvallen dadelijk. Er zit eerst een deur in. Ah, deur is voor noobs. Wat een baasactie was dat. Committed suicide, dat zou ik ook doen. Gewoon zelf maar plegen. Eigenlijk moet ik bij hun bezig staan te wachten met een rocket launcher. Dat zou best wel ziek zijn. Ik heb de neiging om op iemand in te vliegen. Ik ga gewoon wachten voor een koffertje. Zij mogen best wel een cap maken, dan wacht ik gewoon op de volgende, toch? Zo moeilijk kan dat niet zijn. Ik weet niet waar die volgende komt, dus ik wacht hier maar gewoon. Ik denk dat mijn teammate dat toch wel af kan. Hij heeft zelf ook een koffertje. Oh, wacht, die enemy is daar nog. Ik kan die enemy killen als moet. Oh! Wat? Ik vloog op hem in. Zal ik dat nog halen? Nee, dat had ik niet meer. Nee. Ik had gewoon gelijk door moeten vliegen. Ik dacht dat hij al lange punten had gemaakt, maar hij had waarschijnlijk geen helikopter. Hij was niet zo snel. Wat doet die teammate nou van ons? Die gaat punten voor hun maken. What the fuck? What the fuck doet die teammate van ons? Wauw, serieus? Teammate is van de enemy. Wat doet hij? Hij maakt toch geen punten voor runnen, want dat zou echt triest zijn, man. What the fuck doe jij? Hier, sterf. Wat doet die teammate? Ik snap het, die maakt punten voor hun. Die teammate maakt punten voor hun. What? Wauw, dan heb ik alles gezien, denk ik. Ik zweer het, nou heb ik echt alles gezien. Hij maakt gewoon punten voor hun. Wat een wazig gozertje. Wat een verrader eigenlijk ook, hè. Motherfucker. What the heck? Komt hij nou terug? Ah, hij komt terug. Volgens mij kan hij geen punten voor hun maken. Of hij snapt het gewoon niet. Welk level is hij? 67, nou dan neem ik eraan dat je dat toch wel snapt. Wat? Wat een gekke mensen, man. Maak gewoon een punt, waar ben je? Vaag gozer, volgens mij had hij het gewoon door elkaar gehaald, ik weet het anders ook niet. Hé, hey, denk echt, wat doe jij nou? Dat was raar. Mip, mip. Ik wacht op de phone, jongen. Ja, ik weet nou niet waar hij nou net van plan was. Ik denk dat hij gewoon de twee vlaggen zeg maar door elkaar heeft gehaald. Oh, wacht. Oh, nou, spannen ze allemaal tegelijk. Hé, hey, dat is niet de bedoeling. Snel hier onderin. Dan kunnen ze niet zien als ik uitstap. Als ik uit kan stappen. Nee, dat lukt niet. Ja, pff, ik wist het. Ah, ik had lang kunnen uitstappen. Maar mijn heli ging net ineens over de kop. Zoals je een beetje zag. Je zag gewoon wat er gebeurde. Vooroverhangen. Dan zal ik al uit kunnen stappen. Nou kon ik niet uitstappen. Nee. Ik kan niet verwachten aan een rocket launcher eigenlijk. Heb ik die nou nog steeds? Dit wordt eindelijk een close call. Nou, ik snap dat niet. We stonden super hard voor. Oh, het is afgelopen. Laat maar. Ik heb niks te zeggen. We hebben gewonnen. Beetje vage match, man. Echt een rare match wat hier allemaal gebeurt. 11.000 puntjes. Of geld eigenlijk. 2.880 punten. RP, whatever. Kijk mij. Hoppakee. Let's go. Als een baas. Ik even kijken wat we nou krijgen. Ik ben benieuwd. Ik vind het gek, man. Die Gia. Ja, dat was... Ja, die was gewoon random. Ik dacht even dat die Mr. Jim was. Aangezien zij met z'n drieën bij één clan zitten, zeg maar. Ik denk, die zal wel voor hun ineens gaan werken. Maar dat was niet het geval. Hij was gewoon een beetje dom. Nou, onze vierde missie die we hebben, dat is parachutespringen. En zoals jullie misschien nog wel weten, ben ik hier niet echt heel erg goed in. Dus, ja, wat moet ik ervan zeggen? Wat moet ik ervan zeggen? We gaan gewoon springen en we zien het wel. Oh shit, we moeten hem alvast openmaken. Let's go, mop. Ik heb een mooi Belgisch parachute. En nee, ik ben geen Belg, maar ik dacht, weet je wat, ik zal onze buren gewoon een beetje in de spotlight zetten. Ik pak gewoon een Belgische parachute.
En ik ben benieuwd, scheelt het eigenlijk of ik precies in het ding kom of ik hem net raak? Volgens mij scheelt het wel. Hij gaat sneller als ik, dat is niet de bedoeling. Volgens mij maakt daar geen zak uit, sneller. Oh fuck, daar is hij. Ik zat hem naar beneden te kijken, hè? Die is ver weg. Je mensen gaan sneller als mij, maar er is helemaal geen haast, want het gaat om scoren. Slang, maar niet doodval. Maar we hebben twee parachuten, dus dat is op zich wel handig. Ze gaan echt veel sneller als ik. Kijk hoe snel ze gaan! Ik ga bijna in slow-mo. Oh, wat? Ik heb niet de meeste punten, dat is niet de bedoeling. What the fuck? Ik dacht dat ik de meeste punten zou hebben. Waarom niet? 10 punten? Waarom is dat 10 punten? Dat is flawless. Dat is perfect. Ja, als Ster in 15 is, dan snap ik niks, man. Hè? Kan het zeggen. Volgens mij gaan we dit verliezen. Nee. Dat is 15. Ik had verwacht dat dan juist wel 10 was. Wanneer is het dan 10? Dit is 10. Ja, dat moet echt. Je mag die cirkel eigenlijk niet aanraken, als het ware. Dan is het 15. Juist, nou heb ik hem door. Maar we staan zoveel achter dat we het niet eens meer kunnen winnen, volgens mij. Dit is niks voor mij, dat parachute springen. Dus, nee. Dit is niet voor mij weggelegd. Ik stond net nog eerste in de lobby. Ik ben benieuwd wat dat hierna ook nog is. Qua punten van alle game modes die we hebben gedaan. Oh. No. Kijk die punten van hem, man. Dat puntenverschil is enorm. En, oh, volgens mij moeten we hier nou... Juist, we moeten hier nou springen. Loslaten. Ik laat los. Dit is sick. Het is vet als je hem los kan laten, man. Moet je zien hoe snel dat gaat. Op zich moet je ook... Oh, ik kom fucking dichtbij dat ding, hè, bij dat gebouw. Eigenlijk moet je ook extra punten voor krijgen. Voor snelheid. Want die andere mensen zijn super traag. Oh, check mijn punten nou. Nou is het niet meer zo'n groot verschil. Dit is het belangrijkste, jongens. Dit kan het verschil maken. Dit kan het verschil maken. Oh, juist 15 punten. Alsjeblieft, zeg dat ik gewonnen heb. Nou ligt eraan wat die andere goos doet. Ik denk dat ik niet gewonnen heb. Als hij ook een perfecte finish heeft, dan heeft hij 5 punten meer dan mij. Oh nee, trouwens, hij heeft veel meer punten dan ik. Veel meer dan 5. Ik was gewoon sneller dan hem. Ik had al meer checkpoints gehad. Daarom had ik zoveel punten. Daarom was het verschil zo weinig. Waar gaat hij heen? Hij denkt, weet je wel, ik doe nog een mooi, ik doe nog een mooi rondje. Maar hij volgens mij snapt hij nu het werk. Je moet heel snel naar beneden. Waarschijnlijk heeft hij dat niet gedaan. Hij heeft net zijn parachute niet losgelaten, denk ik. En ik denk dat ik tweede ben geworden. Ik durf leaderboard niet te kijken. Ik kijk niet. Gewoon expres kijk ik niet. Ja, dan gaat het sowieso fout wat die allemaal doen is. Dat weet ik ook niet. Wat een amateur. Wat een amateur. Als je zo tegen een gebouw kan... Pff, dat zou grappig zijn. Ik dacht even serieus, nou gaat het gebeuren. Die vent, dit gaat sowieso fout. Hij raakt misschien de checkpoint wel, maar hij kan echt niet meer finishen. Checkpoint. Als je nou, hij kan nog wel finishen. Moet je kijken. Wat een baas. Wat een baas. Oh, hij ownt ons, jongen. Hij doet even een mooie 360. En hij faalt. Nee! I finished second. Zeg niet dat die gozer 260 punten heeft. Ik ben benieuwd. Dat krijgen we nou nog te zien. Alsjeblieft, zeg het niet. Ik vind dat ik bonuspunten moet krijgen voor mijn tijd. Ik was de snelste. Dacht ik. Laat zien. Motherfucker. Laat zien, hoeveel punten had je? Ik ben benieuwd. Geen 260, alsjeblieft niet. Oh, 265. 265, 10 punten verschil. Ik ben benieuwd hoe de overall score nou is. Ik denk dat ik nou het tweede sta dan. Lijkt mij, ik weet niet. We zien het van eigens. Je zult het nooit geloven. Ik sta met 1 punt verschil tweede. Ik sta tweede. No. Hij heeft 57 punten, ik heb er 56. Dus dit is echt alles of niets. En ik hoop dat alles wordt... No, ik heb die boost niet. No. Dit wordt echt zo belangrijk. Alsjeblieft, word niet van de baan gebeukt. Ik speel meteen een crow. En een van die crowleden staat als eerste. Dus als ze gierig gaan spelen, dan gaan ze met z'n allen tegen mij. Maar dat lijkt er niet op. Volgens mij gaan ze allemaal gewoon op elkaar. Oh jongens, ik wil weg. Er is volgens mij wel ketchup en... Weet er nou, slipstream. Ja, er is duidelijk slipstream. Ik vertrouw dat niet. Ik denk, geef me elke zetje. En dan lig ik er van de baan af. Ah, die was geweldig. Hij was aan de verkeerde kant van het hek. Dat was schattig, want er zijn die hekken waar je niet doorheen kan rijden, volgens mij. Dat was echt baas.
Ik hoop dat deze race kort is, want ik wil winnen. Ik wil winnen. Al is het het laatste wat ik doe. Nee, even serieus. Ik wil winnen, man. Ik denk dat dit 3 laps is. Dat denk ik. Want hier is de finish dadelijk, volgens mij. Waar ik nou overheen rijd. Snel. 2 laps. Oeh, dit kan ik winnen. Alleen er is ketchup, zoals ik al zei. Dus hij loopt dadelijk ineens in. En dan vliegt hij mij voorbij. Want ze kunnen elkaar ook constant slipstreamen. Dus dan zijn ze veel sneller als ik. Dat vind ik best gierig aan deze game. De ene kant is het leuk. Want mensen die nou achteraan rijden, die hebben nog een kans om te winnen. Maar aan de andere kant, degene die dus eerst rijdt, die wordt gewoon genaaid. Omdat anderen harder kunnen rijden. Maar het lijkt er niet op dat dat gaat gebeuren. Want ik rijd nog steeds ruim eerste. Hopelijk vernaaien ze die dadelijk weer bij de hek. Dat zou echt de stunt zijn. Nee, hij heeft het overleefd. Ik rijd nog steeds volle toeren. Dit is trouwens een nieuwe auto, maar die hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Dit is met dak. Ik heb jullie volgens mij cabrio laten zien. Ik twijfel nog steeds over welke versie, als ik er eentje koop, welke versie ik koop. Want ik vind met dak ook best vet. Eerst wou ik eigenlijk met dak, maar daarna dacht ik cabrio is eigenlijk best wel mooi. En we hebben gewonnen! Hell fucking yeah! Voor de crew, jongens. Dit is voor de crew. De eerste keer dat ik deze playlist speel, ik moet gewonnen hebben. Dat kan niet anders. Of die gozer wordt tweede. Dan is het een... Wacht. Als hij nou tweede wordt en ik eerste. Dan heb ik gewonnen, volgens mij. Volgens mij is het verschil... Ik weet niet. Ik zeg trouwens helemaal niks. En hij krijgt... Wat een noob. Maar even serieus. Ik weet trouwens niet. Want als ik nou eerste ben geworden en hij tweede. Dan hebben we allebei dus uiteindelijk evenveel punten. Want net werd hij eerste. En ik tweede. Whatever. We wachten het gewoon af. En we zien het wel. Hij kan niet eens meer finishen. Oh, DNF. DNF. Oh, wat een noob. Zijn eerste gefinished. Binnen 2 minuten. Dat was echt een korte race. Ik denk dit zal een lange lap zijn. Niet. Ik ben benieuwd, man. Zal het? Voor de crew. Zal het? Ja, ik heb dit in ieder geval sowieso gewonnen. Je dance crew. Come on. Ha. Suck it. Laat zien. Ja, dat vind ik leuk. Vind ik een mooie race. Hij is tweede geworden. Hij heeft een betere tijd. Ja, daar kwam dat hij natuurlijk daarna. De tweede lap kan hij sneller rijden dan ik. Ik heb gewonnen 72 tegen 69. Yes! Ik hoop in ieder geval dat je de video leuk vond. De video is vrij lang. Dat komt omdat ik je natuurlijk alle missies heb laten zien van deze playlist. Dus als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like zien. Druk op dat duimpje omhoog of weet ik veel wat je wilt doen. Verder is volg me op Twitter, Facebook, Instagram. En kijk op mijn tweede kanaal, Denniske Plays. En als je dat nog niet kent, zou ik zeggen kijk en abonneer. En tot de volgende keer weer. Houdoe!